Boris Dalen, Netsky. Hey. Hoe voelt het om opnieuw hier te staan? Ja, goed. Ja, tof. Het is de derde keer dat ik op de mainstage sta. Ik ben mijn tel een beetje kwijt van in totaal Tomorrowland. Dat heb ik al sinds mijn 19 of mijn 20 gedaan, maar ja, echt heel tof. Hè. En je hebt een nieuwe kapsel, een nieuwe koep, of zie ik dat verkeerd? Ja, een klein beetje, ja. Dus, de zon een beetje. De zon, ja. Ter gelegenheid van iets nieuws proberen. Ja, absoluut. Ja. Iets nieuws proberen. Je muziek, hoe zit het daarmee voor de toekomst? Vertel er eens wat meer over. Goed. Er komt een nieuwe single aan binnen 3 weken. Ik kan er nog niet te veel over los, want ik wil het echt een beetje een verrassing houden. Maar, ja. Avicii, wat doet dat met jou als er zo iemand van je collega's sterft? Ja, dat is heel sad. Ik ken hem niet goed. Ik kan niet zeggen dat ik een vriend van hem was. Ik heb hem een paar keer gezien en ontmoet en in dezelfde kamer gezeten, maar dat draait bij op. Ik denk dat mental health is iets dat besproken moet worden, zeker in deze sector. En dat niet genoeg wordt besproken en ook niet genoeg onder andere wordt genomen door andere artiesten. Ik denk dat Avicii wel iets heeft achtergelaten op dat vlak. Heel veel mensen beginnen praten over hun eigen problemen online. Praten jullie daar dan over, met collega's zelf, over die mental health? Ja, toch wel een beetje. Ja, als vrienden meer en toch wel een beetje voor elkaar beginnen zorgen. En en jijzelf, waar houdt voor jou de grens op? Ik denk dat het gewoon belangrijk is om een balans aan te voelen voor jezelf. Gewoon naar je lichaam luisteren. Soms even stoppen met toeren, dat heb ik dit jaar ook zelf gedaan. Maar eigenlijk meer om muziek te maken, omdat ik de balans zelf ook heel belangrijk vind om muziek te maken en te spelen. En om voor een publiek te staan en die extreme highs te hebben, maar toch ook even terug op jezelf te kunnen komen en over je eigen project te kunnen denken en muziek te maken. Niet enkel in die hype leven, maar ook gewoon. Ja, muziek maken als therapie voor jezelf ergens ook, want daar begint het eigenlijk allemaal mee. Boris, je bent altijd zeer bescheiden. Van waar komt dat toch altijd, die bescheidenheid? Is dat zo? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat iedereen er goed bescheiden bij loopt eigenlijk hier op het festival. Ik denk dat er geen echte ijsels meer bestaan in elektronische muziek, dus ik voel me niet anders. Fantastisch, merci. Merci.